Jan, het is groot nieuws vandaag, want we kunnen eindelijk aan de slag met de Destiny Beta. Alleen voor de PlayStation 4 weliswaar. Ja, de Xbox One en de Xbox 360 versie en de PlayStation 3 versie komen ietsje later. Niet heel veel later, want ik heb er ook al mailtjes over gekregen. Maar de lang verwachte Destiny Beta, het schijnt ook best wel een, vandaag dus, dat het niet een van de lullig mapjes is. Je hebt echt wel wat te spelen. En het is volgens vele analisten een van de allergrootste game releases van dit jaar. En waarom beginnen ze met de beta op de PlayStation 4? Om de PlayStation 4 te pushen en omdat Sony daar een enorme kruiwagen geld voor heeft betaald. Preferred platform, ja. Noemen ze dat ook wel. Ja, dat is gewoon politiek naam. Een new-gen platform is een pusher, preferred platform. Een hardware pusher. Vandaar is ook de stelling van deze week. Destiny hoort op next-gen. Wat vind jij ervan? Nou ja, deze stelling insinueert en suggereert dat hij dus niet op de current gen thuis hoort. De last gen. De last gen en de last gen of us. Maar ik heb zoiets van, waarom, dat klopt niet helemaal, want anders hadden ze hem überhaupt daarvoor niet kunnen en hoeven maken. Nou, we hebben natuurlijk ook bij Titanfall gezien en we zijn nog wel meer. Oké, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met geld. En we weten waar Activision van houdt. Dat zijn pegels, Petunia, duiten, florijnen. Ja. Nee, maar dat snap ik wel. Alleen ik heb zoiets van het feit dat de game blijkbaar ook op andere platformen uitkomt, snap ik vanuit een economisch oogpunt. De install base is vele malen groter op de oude consoles. Maar dit is ook de eerste keer dat je een nieuwe IP en de enige keer dat je een nieuwe IP aan de wereld kunt introduceren, aan de wereld kunt tonen. Dus als je die opfokt op de old gens, dat is niet handig. Dus ik denk dat hij daar ook, afgezien dat hij grafisch een stuk minder wordt, dat hij daar ook ja, prima nog overeind blijft. Kijk, er valt natuurlijk van alles over te zeggen. En waarschijnlijk gaan de graphics gaan er het meeste onder lijden. Maar even, want op D3 hebben we de game gespeeld. Het zag er super tof uit, maar het was niet dat ik helemaal weg werd geblazen door de graphics van Destiny. Nee, op de PS4. Nagaan, je moet je nagaan hoe het dan op de PlayStation 3 is. Ja, maar dat is een soort omgekeerde bewijsvoering dit. Je zegt net, het is de preferred platform. En nu valt het, de graphics misschien, hebben ze de PS4 wel ingehouden. Als je dus kijkt, de PlayStation 4 is gewoon een grafisch veel grotere, betere bak dan de PlayStation 3. Als je dat nou, en als die er al moeite mee heeft om het er zo ontzettend vet, hoe moet het er dan wel niet op de PlayStation 3 uitzien? Kijk, nee, ik ben er wel een beetje bang voor, want ze laten alles natuurlijk zien op die next-gen. Ik wil geen doemprofeet zijn, maar we hebben met Titanfall meegemaakt. Het was een verdomd goede poort, maar daarnaast was het nog steeds, had ontzettend veel last van frame drops. Ik ben gewoon heel erg jiggy bang. With it. Ik ben gewoon heel erg bang dat mensen het maar pikken, omdat het toch een game is voor de new gen. En het komt toch als een soort van courtesy uit, maar nee. Ik vind, ik vind eigenlijk gewoon dat die op de next gen hoort, op de new gen. En ik ben niet maar alleen. Maar weet jij dat, nee, zeker nu niet. Nee, maar weet jij of Bungie hem zelf maakt of ook weer heeft uitbesteed? Dat wil ik wel. Bungie gaat hem zelf maken. Oké, kijk, dan heb ik er wel wat meer vertrouwen in, hoor. Maar heb jij bijvoorbeeld een quote gehoord van de developer van de CD Projekt, hè? Die Project Red van The Witcher? Ik heb een quote wel eens gehoord, van hem. Marcin Iwinski die heeft hierover gezegd dit een slecht ding is voor de industrie dat gebeurt. Want? Dat ze voor beide uitbrengen, omdat ze dat gaat ten koste van. En misschien is dat wel de reden waarom die er minder goed uitziet maar op de PlayStation 4. Van de oude of ten koste van de nieuwe? In beide gevallen? Van de nieuwe en misschien ook wel van de oude. Maar hoezo gaat het ten koste van de nieuwe dan? Ik snap je niet, ik volg omdat niet. Omdat ze moeten teams opsplitsen, ze kunnen niet al hun tweakwerk en al hun bulkwerk aan één platform of aan twee platforms. Ze moeten dat weer verspreiden. Nou ja, kijk, waar ik een beetje mee zit, dit is zo'n enorme ambitieuze game, zo'n grote game, compleet heelal, of heelal, een enorm heelal met planeten. En, sorry. Het is sowieso een overgangsperiode, 2014, 2015. Er komen nog titels uit voor beide platformen. Daar moeten we gewoon mee leren leven. Uiteindelijk zal je op de PlayStation 4 en de Xbox One natuurlijk mooier uitzien. Mensen gaan teleurgesteld worden, denk je dat niet? Ja, wie dan? De old gens, de new gens, de last gens, wie gaan nou teleurgesteld worden? Die PlayStation 4-bezitters die denken van, nou is dit het? PlayStation 3-bezitters.
Jij denkt echt dat dat... Xbox 360 precies. Je denkt echt dat die horten in stoten gaat, dat hij daar niet gaat trekken, framerate drops, halve planeten die afbrokkelen, nou, kleinere games. Ik denk wel dat het uiteindelijk wel een soort van speelbaar is, maar ik denk gewoon dat iedereen is gevoed met de beelden vanuit de new gen. Ja. En daarom vind ik dat Destiny op de next gen of new gen hoort. PlayStation 4, Xbox One, misschien per se. Ik snap je punt. Als het een andere ontwikkelaar was geweest dan Bungie, was ik met je meegegaan. Ik denk dat Bungie het flikt en dat hij ook op de PlayStation en Xbox 360 prima overeind blijft. Ja. Wat vind jij? Ben je het met mij eens? Natuurlijk. Of ben je het met die dwaas, die charlatan, de ziener, die gewoon zijn informatie uit de ingewanden van een vis haalt, eens cheert? Laat het weten in de comments. En als je Asterix en Obelix wel eens hebt gelezen, dan weet je waar ik het over heb. De ziener, Asterix en Obelix. Je weet wat ik bedoel, toch? Ja, ja. Cheert. Met zijn gekke dagcreme. Heb je verkeerde dagcreme opgestuurd? Opgesmeerd? Heb je verkeerde dagcreme getest? Voor de Linda. Moet je allemaal dagcreme doen? Eén was overtuigd. Niemand snapt dit. Ik heb gewoon een creme opgesmeerd voor de eerste keer in een maand of zo. Nu was overtuigd.